Hoi, ik ben Joris. Welkom in mijn kookhoek. Dit is onze tweede aflevering. Inmiddels is de herfst goed begonnen. De afgelopen weken, dat hebben we allemaal wel gemerkt met al die regen. Voor ons niet zo leuk, maar voor de paddenstoelen echt te gek. Dus daar gaan we wat mee doen met onze gast vandaag. Ook zijn de pompoenen overal weer in volle glorie aanwezig. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. We gaan lekkere soepjes maken, maar net even anders. We gaan de Cajun keuken induiken. Dus hier bij onze gast, Fred. Joris. Hi, Fred. Leuk man. Top, leuk dat je er bent. Jij gaat ons iets vertellen over de Cajun keuken en dan aan de hand van twee soepen. Hoe werkt dat, die Cajun keuken? Wat is het? Waar komt het vandaan? Nou, de Cajun keuken komt eigenlijk uit Louisiana. Dat is de meest zuidelijke staat van Noord-Amerika. Ja. En dan moet je zo'n ruime 300 jaar terug, dat er veel Fransen vertrokken naar Arcadia, het huidige Canada. Nou, dat was toen in de tijd in handen van de Engelsen. Engelsen en Frankrijk bood het nog niet helemaal, maar toen zeker niet. En die mensen zijn verdreven naar het zuiden. In de omzwervingen kwamen ze natuurlijk in aanraking met allerlei culturen. En uiteindelijk is daar de Cajun cultuur uit ontstaan. En wat voor keuken hebben die, is daaruit ontstaan? Nou, in ieder geval super gekruid. Daar heb ik ook wat voorbeeldjes van klaarstaan. Yeah. We kennen allemaal wel de Cajun kruiden. Yeah. En dat zijn eigenlijk mixen. Die ontstaan door wat jij eigenlijk lekker vindt. Of wat er voorhanden is vooral. Om dat te mengen. En daar vandaan je vlees, vis, groenten mee te kruiden. Iedereen maakt zijn eigen mengsel. Dit is een beetje standaard mengsel wat ik heb meegenomen. Ja. En wat er altijd in zit is 3 soorten peper. Alle 3 verschillende sensaties van peper. Sensaties, inderdaad. Uienpoeder, knoflook, paprikapoeder, het liefst gerookte, selderijzout, oregano, basilicum, tijm, rozemarijn en een beetje zout. Dat gooi je in een blender. Je maalt het 2 minuutjes en dan heb je een Cajun mix. Of, en dat is? Je koopt er gewoon 1, kant en klaar. En er zijn tegenwoordig, er zijn echt supergoede mixen in de handel. Ja. Waar je alleen voor op moet oppassen is, als je de hele goedkope soorten koopt, dan koop je veel te veel zout. Ja, in bijna alle gerechten in de Cajun keuken, daar komen paprika, bleekselderij en uien in voor. Ja. En die 3 noemen ze ook de Holy Trinity. De heilige 3-eenheid en die worden in bijna alle gerechten verwerkt. We gebruiken de heilige 3-eenheid als garnituur in de pomponsoep, maar we gaan hem ook verwerken in de roux. Wat is de wat? In de roux. Heel grappig. Ik weet natuurlijk wat dat is, maar misschien voor de kijkers thuis vertel eens. Ja, je hebt eigenlijk, moet ik dan zeggen, van je hebt wel 3 hoofdsoorten soep. Ja. De consommé, de heldere soepen. Ja. Dan heb je puree soepen, die dus gebonden worden door het vruchtvlees, zoals dadelijk de pompoensoep. Mm-hmm. En je hebt soepen die gebonden worden door wat wij dan noemen roux. En dat is een bindmiddel van boter en bloem. Maar in de ketenkeuken gebruiken we arachideolie en bloem. Laten we beginnen met de roux. Okay. We hebben nodig arachideolie. Hey, en dus de bloem gaat er straks in en dan de groente? Ja, de groente, dan gaan we dus namelijk die roux die dus echt wel heet wordt, gaan we daar meteen mee blussen. En dan zie je ook dat de groente daardoor meteen al gaar is. Okay. Dat is heel grappig. Ik heb het al voorgesneden. Ja. Je hebt paprika en selderij heb je gesneden? Ja, ik zal ondertussen wel wat bosuitjes, want die gaan we ook verwerken. Die zal ik ook even snijden. Oh, ja. En dan, wat hebben we nog meer staan? We hebben bouillon al klaarstaan. We hebben de bouillon klaarstaan. Ja, ik heb nu kippenbouillon. Wat ook wel heel leuk is, deze keuken en deze soepen. Het leent zich ook ontzettend voor de vegetarische keuken. Want als je zeg maar de kippenbouillon vervangt door groentebouillon, heb je ook uitstekende soepen. Ja. En daar kan je heel goed mee uit de voeten. Nou, super. We hebben deze, ik denk dat die nu wel aardig Ik zie er al een beetje wat, er komt al wat walm af. Ja. Dan gooi ik de bloem gooi ik er dan 1 keer bij. Ik ga hem uitzetten. Ja. Warmtebron is uit. Ja. En ik blus hem nu met mijn Holy Trinity. Ja, en dan koelt hij goed af. En dan koelt hij meteen af. En die hitte gaat nu ook wel voor het grootste deel
in mijn groenten nu, zitten. Nu zie je ook dat het handig is dat je al je groenten maar klaar hebt staan. Ja. Want als je nu nog moest gaan snijden, dan staat dit natuurlijk aan te gaan. Dan wordt het niks. Nee. Nou, ik ga hem blussen. Ik ga er nu soep van maken met onze kippenbouillon. Ja. En dan moet je altijd oppassen dat je niet al te voorzichtig de bouillon erin doet. Want dan gaat hij heel erg klonten. Maar je moet ook niet alles tegelijk erin doen. Nou, ik heb een warmtebron, in dit geval inductie, heb ik wat laag gezet. En ik ga nu ongeveer een derde van de geschatte hoeveelheid ga ik in één keer toevoegen. En dan zie je... Ja, nu zie je dat het goed mengt. Dat het goed mengt. Ja. Doe ik er nog iets meer bij, dan krijg ik eigenlijk jouw ragout. Dus dan zou ik er pastijtjes mee kunnen vullen. Ja. Doe ik er nog iets meer bij, dan heb ik een saus. En met het laatste restje, dan heb ik onze gewenste champignonsoep in Cajun-stijl. Het is nog niet helemaal champignon, want ik mis iets. Ik weet niet wat. De champignon, maar dat doen we nu nog niet. Want we willen natuurlijk dit nog een beetje doorkoken. Ja. Dat hebben we nodig om de bloemsmaak eruit te koken. Hey, ondertussen ga ik hem wel een beetje kruiden. Oh ja, de welbekende Cajun-kruiden. Met de Cajun-kruiden. En om nou van jouw soep champignonsoep te maken, gaat het hoofdbestanddeel erin. Kijk. En ik voeg natuurlijk ook het en je hebt lekkere kastanje champignons gekozen. Ja, die hebben toch net even meer smaak. En ja. Soep 1, gereed. Hartstikke idee. Over 2 minuten. Eén maaltijd soep. Nou, is die lekker. Ja, top. Ja. Oké. Lekker. Dit was soep 1. Nou, dan gaan we door naar de pompoenen, denk ik, hè? Ja, nou, Cajun pompoensoep. Als jij nou die pompoen wil slachten, dan ga ik vast het voorbereiden. Ik doe wederom arachideolie in mijn pan. Dan ga ik een uitje in aanzetten. Ja. En tegelijkertijd doe ik daar al een deel van mijn kruiden in. Ah, kijk, die geuren die hier al afkomen. Oh ja, wauw. Ja, dat is echt kicken. Al die kruiden. Handig hè, dit. Niet schillen. Ja, dat scheelt heel veel werk. En nu zet ik hem net onder. Met dezelfde bouillon die ik net gebruikte, maar ook hier is het zo makkelijk om een groentebouillonnetje te gebruiken. Ja. He, om op vegetarisch. Je ziet dat hij nu al gaat koken, weet je. We laten hem een paar minuutjes garen. En waarom ik niet alle bouillon erop gedaan heb, dat is als je zo'n hele pan met soep hebt en je gaat het staafmixen, dan zit het aan het plafond. En dat willen we niet, dus we gaan dadelijk staafmixen en dan is hij geheid te dik. En dan gaan we hem op dikte brengen met onze bouillon. Ja. Ik gooi nu al, dat zit ook in het recept. Dat moet natuurlijk Cajun worden. Ja. Gooi ik de sherry in. Dat is niet weinig. Nee, dat is niet weinig. En het leuke is, je mag straks, als je die soep hebt genut, even goed in je auto stappen. Want dat is de reden waarom ik hem zo vroeg die sherry toevoeg. Ja. Alle alcohol gaat verdampen tijdens dit proces. Ja. En dat is ook het fijne, omdat alcohol in eten, nou, dat is gewoon niet lekker. Dat geeft alleen maar bitter. Belangrijk is dat je goed die alcohol eruit kookt. Dat je wel alle smaakstoffen van sherry hebt, maar niet de bittermakende alcohol. De pompoen moet goed gaar koken nu. Ja. En dan kunnen we verder. Afmaken. Dan kunnen we verder. De pompoenen zijn inmiddels gaar. Ja, ik denk dat die gaar genoeg zijn om de staafmixer te gebruiken. Even testen. En dan moeten we natuurlijk zorgen dat het mooie, fijne, gladde soep wordt. We kunnen nog wat van die thyme meetrekken. Oh ja. Ik zal vast een bordje pakken. Nou, heel graag. Kijk, mooie diepe borden gekozen dit keer. Ja, hij is dus zo goed. Maar je kan ook weer de Holy Trinity toevoegen. Ik doe er iets weer van mijn groente in. Weer de Holy Trinity. Niet al te veel.
Even kijken, doe ik gewoon een beetje op het oog. Kijk hoe dat er in een bordje uitziet. Jongen, dat is toch een feest voor het oog. Het is zo gebeurd, hè? Ja, het is echt super snel. En het kan nog sneller als je dan die pompoen in plaats van aanbakken dus in de oven voorgaart. Dat geeft het ook wel een aparte smaak. Ik zal de room in jouw bordje doen. Zal ik dat met een lepeltje een beetje doen? Dat doen we met een mooi met een lepeltje. Altijd heel leuk met een knijpflesje als je die verandert. Ja, dat ziet er toch gezellig uit. Nou, het ziet er super gezellig uit. Ja, met garnituur en de room. Wat vind je ervan? Ja, fantastisch, Fred. Ja, wel. Lekker. Ja. Leuk. Ja, je ziet, zo zie je maar dat je met een door even anders te denken, toch wel iets heel aparts kan maken. Superleuk. Hartstikke fijn. Fred, dankjewel. Leuk dat ik hier was. Ja, dank je. Dit was mijn kookhoek. Ik zie jullie graag de volgende keer weer bij ons. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tot ziens in mijn kookhoek.